wordt en waar dan een initiatief in komt om mensen die pech hebben in hun leven tijdelijk een dak boven hun hoofd te geven. Het Droombankje, een tussenhuis voor dak- en thuislozen, opende donderdag officieel haar deuren aan de Curaçaoweg in Nijmegen. De stichting werkt hiervoor nauw samen met de gemeente en woningbouwvereniging Woonwaarts. Het is inmiddels het 7e huis van de stichting en oprichter Angelique van den Berg is erg tevreden over het resultaat. Het heeft echt mijn grootste verwachtingen overtroffen. Want je komt hier binnen en is het een kantoorpand. En dan heb je wel, ja, er zat ook geen keuken in, hè? Dus dan heb je heel veel verbeelding nodig van hoe wil ik dat het wordt. De andere huizen hadden allemaal al keukens en dat waren al woningen. Maar toen die keuken er eenmaal in was, dacht ik, dan wil ik die vloer en dan moeten die gordijnen. En dan, behalve... Het Droombankje ging op 1 oktober al officieus open. Inmiddels wonen er al 10 bewoners in het pand. Eén daarvan is een dame van 73. Ze wil niet op beeld, dus Angelique vertelt haar verhaal. Dat was een bankslaper, hè? Altijd gewerkt, goed werk gehad in de gezondheidszorg. En die woonde met een vriendin in een huis. En die vriendin die ging naar een ander land en zij dacht, dan mag ik in dat huis blijven. Het is pure onwetendheid, maar mevrouw stond niet op het huurcontract. En die werd het huis uitgezet. En toen is ze een tijd bij een van haar kinderen gaan wonen, maar op de bank slapen en bij een gezin. Ja, dat gaat toch een keer opbreken, je wilt toch je eigen plekje. Dus dat was de tweede bewoner die we kregen, een dame van 73 jaar. Ja, die wil niet op beeld, maar dat is echt zo'n de moeder van het huis. Kookt heel vaak voor ons en hele lieve dame. Wethouder Grete Visser opende het Droombankje samen met Angelique en Esther Lamers van Woonwaarts. De gemeente Nijmegen is ook erg enthousiast over dit initiatief. Nou, gemeente Nijmegen is heel blij met het initiatief. Het is natuurlijk geweldig om midden in een woonwijk een heel mooi pand te hebben staan, wat door een woningbouwcorporatie beschikbaar gesteld wordt en waar dan een initiatief in komt om mensen die pech hebben in hun leven tijdelijk een dak boven hun hoofd te geven. Want Nijmegen wil heel graag dat iedereen een dak boven het hoofd heeft. Ik denk dat dat echt de oplossing van heel veel problemen is. En ik als wethouder zorg denk dat we een heleboel zorg geven aan mensen die eigenlijk eerst een huis nodig hebben. En ik heb net een rondleiding gehad, ik ben helemaal enthousiast. Directeur van Woonwaarts Esther Lamers liet in haar speech ook nog weten dat de woningbouwvereniging wel meer van dit soort projecten in Nijmegen zou willen hebben. Het Droombankje ziet dat er vooral veel vraag is naar woonruimte voor alleenstaande moeders met kinderen. En gaat zich dan ook bezinnen op een mogelijk tweede huis in Nijmegen.